Een hele goede morgen en welkom bij Koerskijken met John. Ik ben de Bitcoin Consultant en dit filmpje is educatief van aard en geen financieel advies. Vergeet de video niet te liken als je er wat aan hebt. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat waardeer ik in ieder geval heel erg en dat helpt het kanaal groter worden en groeien. Dan Blocks, de crypto app in Nederland om crypto's te kopen en te beheren. Nog één dag kun je gebruik maken van de code BITMAG. Elke 100 inzenders die krijgen de kans om 100 euro te winnen. 1 op de 100 is dat dan natuurlijk. Dan, als we kijken naar de cijfers van de aandelenwereld, licht in het rood voor de futures. We zijn vorige week natuurlijk flink in het rood geëindigd en ook in Azië zitten we nu, nou, die zit in de plus. Dus wat mij betreft, nou, ik hou liever de futures aan voor, nou, om te kijken wat er vanmiddag gaat gebeuren met de opening van de aandelenwereld. En als we even kijken naar de grafieken, dan zien we dus dat we vorige week hier deze rode candlestick met een shooting star zijn geëindigd. Dat is bearish. En we hebben ook deze week zijn we geopend op de futures met een gap down eigenlijk. En als we even inzoomen op de dagelijkse, dan zien we ook dat de koers eigenlijk, ja, tot op de golden pocket, ik zal deze even weghalen, hè, tot op de golden pocket is gekomen. En daarna is afgewezen, flink is afgewezen, gap down, gap down. En waar ik nu eigenlijk naar kijk is, gaan we nu een low high krijgen die een downtrend gaat starten. Want we hadden, in deze hadden we hier een rising wedge, die was uitgebroken naar beneden. We hadden een low low gemaakt op de dagelijkse, maar dat opgevangen door de bulls. En toen zijn we gewoon vrolijk verder een high high gaan maken. En vervolgens, waar ik nu dus naar kijk, die golden pocket regio is geraakt. We zijn naar beneden gegaan. En waar ik naar kijk, we hebben dus, even kijken, hier op de 4 zijn we dus geopend met een gap down. En waar ik naar kijk is in ieder geval een lower high op de dagelijkse. Dus als het waarschijnlijk, dit is potentieel de bodem voor vandaag. We gaan het zien of dit een rustige dag blijft of niet. En daarna kijk ik in ieder geval voor een lower high. Als de koers dus hierboven komt, ja, dan gaan we gewoon verder omhoog. Dan blijft die ongelimiteerde geldprinter zijn werk doen. Maar zolang dat niet zo is, ben ik eigenlijk op zoek naar een lower high die zich dus zoals altijd in de zone kan vormen. En de golden pocket regio die ligt net boven een eerdere top hier, dus dat zal waarschijnlijk een resistance worden. En wat we dan kunnen zien potentieel is dus een high, een low, lower high. En dan gaan we dus op zoek, gaan we een lower low krijgen en krijgen we ook inderdaad een dagelijkse downtrend. Dan is het potentieel zover dat we eindelijk deze dead cat bounce kunnen voortzetten naar beneden. En dat betekent niet dat we meteen een lower low gaan maken, maar dat we in ieder geval verder omlaag gaan. Waarin we in ieder geval ook kijken naar de wekelijkse 200 moving average. En de S&P, eigenlijk hetzelfde verhaal. Net keken we naar de futures. Ook hier een shooting star, dus het wordt interessant om te zien hoe de koers gaat reageren nu het de volgende test heeft bereikt, de golden pocket regio, en daar is afgewezen. Dan onze geliefde crypto. We gaan van 40 naar 44, zijn een beetje minder bang. En nog 7 dagen en dan is de halving alweer zover, jongens. Dus dat gaat heel interessant worden, hoe de komende dagen en vooral de komende weken zich zullen gaan ontwikkelen met de prijs ook vooral. Ik heb een filmpje gemaakt op mijn kanaal, simpel uitgelegd wat de Bitcoin halving is en wat Bitcoin mining is en wat we ook potentieel van de koers kunnen gaan verwachten op basis van het verleden. Je vindt het filmpje door gewoon onder deze video op hashtag de Bitcoin Consultant te klikken, dan ga je naar mijn kanaal. Vergeet je ook niet te abonneren en de video te liken. En dat is voor mij ook heel erg fijn en dat waardeer ik. En als we kijken naar het CME Futures grafiek, er is een kleine gap ontstaan hier zo. Een kleine gap hier, maar die is meteen eigenlijk al gevuld. Dus daar hoeven we ons ook niet mee bezig te houden wat dat betreft. En dan gaan we kijken naar een descending broadening wedge, waar ik op de wekelijks eigenlijk al een tijdje naar kijk. En zoals je hier eigenlijk al ziet, als die op de bovenkant komt, krijg je een pullback om vervolgens uit te breken. En dit is natuurlijk niet altijd zo. Ik geloof in 79% van de gevallen breekt in de bovenuit. En dus dit is waar ik, dit gaan we zo direct even op de grafiek bekijken als potentieel scenario. En eigenlijk kijk ik naar twee scenario's. In een eerder scenario was ik eigenlijk bearish, vanwege het aflopende volume. En dat we eigenlijk alleen maar omhoog gingen op basis van het aflopend volume. En dat gaf eigenlijk aan dat we daarna bearish moesten zijn. En dat we ook in ieder geval de top zullen gaan bereiken. We hebben daarna ook de golden pocket regio, die lag hier ergens. Dat was mijn uiteindelijke doel. Die zijn we ver overstegen om tot stilstand te komen op de bovenkant van deze descending
broadening wedge, deze twee witte lijnen die je ziet. En wat we nu zien is dus dat de koers daar is afgewezen en het volume is toegenomen. En dit is natuurlijk één balkje wat we ook deze week en de komende weken willen zien, is dat het volume hoog blijft om validiteit te geven aan deze beweging en dat we hier inderdaad bullish mogen zijn. Maar op basis van de descending broadening wedge ben ik in ieder geval naar één scenario aan het kijken. Eigenlijk dus twee. En het eerste scenario is waarbij we nu dus een pullback krijgen tijdens en na de halving richting de $7700. En dit is een sterke support eigenlijk. En daar liepen we elke keer naartoe. En toen we er eenmaal doorheen braken, zijn we enorm hard gestegen. Dus dit zie ik als eerstvolgende sterke support in deze pullback. En het is dus mogelijk dat we deze gele lijn zullen gaan volgen. Hè? Dus een pullback. Dan breken we eindelijk door deze descending broadening wedge. Vinden support. Hè? Krijgen een hertest van die descending broadening wedge. Om de technische target te vinden die hier bovenop ligt rond de 12.000. En daarna moeten we kijken wat er gaat gebeuren. Hè? En dat zegt niet dat we naar de 12.000 gaan. Dit is dan de technische target. Hè? Die ligt dus bovenop de descending broadening wedge. Hier zo. En dit is de potentiële target waar ik dan naar kijk als we inderdaad deze uitbraak naar boven krijgen. En de pullback die heb ik nu op de 7700 getekend. Het kan natuurlijk zijn dat we verder naar beneden gaan. En ik kijk daarbij naar de 0,382 Fibonacci op $7300 tot $7400. En hier ook de 0,5 Fibonacci op $6600. En we zitten hier met de Golden Pocket regio en die loopt hier op de 200 wekelijkse moving average. En dat betekent dus niet dat we hier naartoe trekken, maar dat we wel de mogelijkheid hebben en de potentie om daar naartoe te trekken. Maar in eerste instantie kijk ik in ieder geval naar de 7700 voor de pullback. Dan wil je ook weten hoe je kunt traden, hoe je deze lijnen kunt tekenen en die Fibonacci Retracement Tool kunt gebruiken. Doe dan zeker even de kennismakingscursus. 408 anderen gingen hiervoor en ze zijn er ook erg tevreden over. En wil je meer leren, wil je echt leren traden, dan kun je natuurlijk ook mijn volledige cursus doen. De link vind je onder de beschrijving van deze video. Dan, gisteren had ik een korte extra update gedaan. Ook die vind je op mijn kanaal. En daarin zei ik dus dat ik bearish was op basis van de dagelijkse shooting star en de bearish divergentie die we op de 4 uur grafiek zagen. En dat is ook eigenlijk zo verder gegaan. En als we nog even kijken naar de dagelijkse grafiek, dan zien we dus dat die shooting star die ik hier noemde. En ik legde gisteren ook uit wat deze shooting star ermee te maken had. En daarna zijn we dus inderdaad verder naar beneden gegaan. En nu vinden we opnieuw support hier in die groene box. En ik zei het eigenlijk al vorige week ergens. Zolang we die groene supportbox houden, hebben we de potentie om een hertest te krijgen van die 9200. En potentieel dus ook die 9400. Zolang we hier eigenlijk boven blijven, is het mogelijk dat we pre-halving, dus nog voor de halving op 12 mei, richting de $10.000 gaan. Maar dat is niet mijn main scenario. Wat dat betreft verwacht ik eigenlijk dat we deze support gaan verliezen. Ja, dat we hier een bounce krijgen, de support verliezen en weer binnen deze supportlijn komen. Of we onder deze supportlijn komen om vervolgens de 200 daily moving average te hertesten. En potentieel ook de 7700 met een wick, een uitschieter dus. Dus dat is het scenario waar ik eigenlijk naar kijk voor op de dagelijkse. Dat we hier nu gewoon eigenlijk een dagelijkse downtrend gaan starten. Ik zoek even mijn tool. Hè, want we hebben eigenlijk hier een enorme uptrend gehad. Zonder echt verder hier een higher low te vormen. Dus ik ben op zoek naar een higher low. En die gaan we moeten vinden. En mijn verwachting is dat we daarna een low high zullen maken. Om een dagelijkse downtrend te krijgen. Richting en na de halving. Maar goed, dat is mijn main scenario waar ik in ieder geval naar kijk. En in het bullish geval blijven we dus boven deze grens tussen de 84 en 8500 om vervolgens toch nog richting die $10.000 te gaan. Dan, als we kijken naar de 4 uur grafiek, bearish de divergentie, deze rode lijn hier op de prijs en deze rode lijn hier op de RSI. Ik hoop dat jullie hem kunnen zien. Deze rode lijn hier op de RSI. Misschien dat die bloksreclame weer in de weg zit. En
Wat we hier zien is dus, het evenwichtpatroon is naar boven uitgebroken. De bulls hadden de controle te zien aan die 12 EMA. Deze blauwe lijn, daar zaten we boven. Die is verloren en dat gaf aan dat er enige zwakte kwam in de bulls. En vervolgens hebben de bears overhand genomen en zijn we naar beneden uitgebroken. En er was een potentiële symmetrische driehoek te zien. Of tenminste, er was een symmetrische driehoek te zien. En die had dus ook naar boven kunnen uitbreken. Maar we hebben een 4 downtrend gekregen, waarbij de koers eigenlijk hier en nu een downtrend gemaakt heeft. En die symmetrische driehoek is naar beneden uitgebroken. En nogmaals, zolang we deze groene box support kunnen houden, kunnen we een hertest krijgen. Maar als we even inzoomen op de 1 uur grafiek, dan zien we dus dat de koers in een downtrend zit. Dat is duidelijk. We zien hier dat de RSI, die is oversold. Even kijken of ik dat. Ja, hier. De RSI die is bijna oversold. Dus ik verwacht dat we nog iets verder doorgaan naar beneden. Om vervolgens een RSI bounce te krijgen. Waarbij de koers dus op de korte termijn een bounce omhoog krijgt. Wellicht nog de onderkant test. Maar als we even de Fibonacci tool erbij pakken. En we pakken hem vanaf hier. Zetten hem op de bodem. Dan zien we dus dat de koers in ieder geval weer een bounce kan krijgen. Richting de 86,80 tot 86,90. En dat is het scenario waar ik eigenlijk nu naar kijk. Om vervolgens dan toch die downtrend naar beneden voor te zetten. Verder richting deze supportbox op de 84 tot 8500. En dat is in ieder geval waar ik naar kijk op de charts. Ik zou zeggen, like de video als je er wat aan hebt. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zou zeggen, happy trading en laten we een nieuwe week tegemoet gaan. Een hele fijne dag.